Ja, hallo en welkom bij Boos Politiek. Yes? En deze week is daar Luc. Hoera. Oké, let op. Zoals je misschien wel weet kunnen politiek mensen sommige dingen vet goed. Dingen zoals suffe pakken dragen en moeilijke woorden zeggen waar ze zelf niks van snappen. Zoals de waarheid en verkiezingsbeloften nakomen. Ja, nou hoef je bij Luc dus niet te doen, toch? Nou? Waarom ben je boos? Op wie ben je boos? Vertel even. Doe je best. Nou, ik ben boos over het feit dat er dus politie zijn die ervoor kiezen om leugens te verkopen om zieltjes te winnen eigenlijk. Een valse verkiezingsbelofte, dat is ook liegen, maar ik erg me meer aan het feit dat sommige politie soms echt dingen zeggen waarvan je denkt, ja, maar dit is gewoon niet waar, dit klopt niet. Of Ard van der Steur die ooit tweette dat er een vriend dood was gegaan aan harsgebruik. Ja. Nee, hij is natuurlijk wel weg. Wat wil jij vandaag? Ik wil eigenlijk een soort van gerustgesteld worden, denk ik. En dan wordt het een soort van eet die aflegt. Ik zal geen onderzoeken vals gebruiken. Ik zal geen feiten noemen die niet waar zijn of die aantoonbaar niet waar zijn. Ik zal niet liegen, eigenlijk. Top. Dan gaan we dat doen. Ja, dat is echt heel niet zo ingewikkeld. Wanneer heb jij eigenlijk voor het laatst gelogen? Jij hebt laatst gelogen. Waarom? Dat ik zwanger ben, dat is niet waar. Ik zei net dat het niet waar. Ze is gewoon zwanger, maar ze durft niet te zeggen. Ja. Van wie eigenlijk? Van wat? Van jou, toch? Dit is een leugen. Ja, zie je. Ja. Ik ben net zo erg als die politie nu al. Zullen we gaan? Ja, let's go. Oké, we gaan het hebben over liegende politici. En de eerste met wie we dat doen is Albert Dijkgraaf van de SGP. De staatkundig gereformeerde partij. Een politieke partij die de Bijbel als leidraad neemt. Zo zijn ze bijvoorbeeld tegen abortus, euthanasie, drugs, porno en dus eigenlijk alles wat leuk is en waar je dood van gaat. Terwijl in de Bijbel iedereen steeds doodgaat en incest doet. Dus eigenlijk liegt de SGP daarover. Nou, ze zijn dan wel weer voor christelijke waarden als vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van godsdienst. Maar ze schrijven dan wel weer een manifest tegen de islam. Dus dat van die vrijheid van godsdienst, ja, dat hebben ze eigenlijk gelogen. Ik heb iemand bij me, hij is boos en wel om het volgende, kort en bondig. Dat ik het idee heb dat er in campagnes steeds meer gelogen wordt. Ja, liegende politici. Wordt hij boos van? Maar dat is toch heel gebruikelijk? Ik kan niet uitsluiten dat in de 6 jaar dat ik hier actief ben, dat ik misschien dat ook een keer gedaan heb. Wat zijn de beloften van de SGP voor de volgende verkiezingen waarvan je zeker weet, die kunnen we inlossen? Geen enkele. Dat is wel eerlijk. Behalve dan dat je ervan uit kunt gaan dat wij vanaf de eerste dag zoveel mogelijk zullen proberen te realiseren van het programma. Maar of dat lukt, geen idee. Heeft u dan wel eens gedacht in een campagne dat je denkt, hé, wij willen dit punt maken en we hebben hier een onderzoek wat eigenlijk niet echt heel erg betrouwbaar is. Maar het heeft wel een conclusie waar wij wat mee kunnen. Dat je dan toch dat gebruikt om jouw punt te ondersteunen? Nee, maar ik ben ook nog eens een keer hoogleraar economie. Dus als ik mijn studenten iets probeer bij te brengen is, jongens, luister nou in ieder geval naar de feiten. Dus dat ga ik niet doen. Luister, altijd naar de feiten luisteren. Bestaat de aarde 6000 jaar? Ja. Oké, dankjewel. Oké. Oké, Dijkgraaf zegt dus, nou, liegen is normaal hier. Maar laten we wel naar de feiten kijken. Zoals de aarde, hè, die 6000 jaar oud is. Oké, is goed. Volgende dan, Emile Roemer van de SP. Ooit waren dat communisten, maar tegenwoordig noemen ze zich sociaaldemocraten. Omdat communisme een leugen bleek, ja. De SP is voor de zorg in handen van de overheid. Niet in handen van verzekeraars, want die liegen heel de tijd en de overheid natuurlijk niet. Ook is de SP voor het verhogen van minimumloon en een hogere belasting op hogere inkomens. Kortom, de SP heeft zoiets van, ja, hallo, alles eerlijk delen, oké. Maar hoe eerlijk is de SP dan zelf? Vertel. Kijk nog niet echt boos. Nee, ja, ik ben van binnen kokend. Hij heeft een beetje het gevoel dat de politie heel veel liegen om stemmen te werven. Het lijkt er inderdaad op dat de afgelopen jaren steeds meer gewoon aan het worden is om in campagne de stem te winnen om vervolgens na de verkiezingen er geen bal mee te doen. Hoe zit het bij de SP dan? Nou ja, laat mensen zich maar buigen over wat wij zeggen, wat ik doe en wat ik de afgelopen jaren gedaan heb. Maar volgens mij waren er ook wat financiële plannen waarover gezegd werd van nou, dat is niet zo'n handig idee dit. Maar wie liegt er dan? Ik bedoel, wij komen met plannen, we laten ze doorrekenen en het is haalbaar en het is betaalbaar. Nou ja, dat is dus de vraag. Is het haalbaar, is het betaalbaar? Het is haalbaar en betaalbaar. En volgens mij is er ook wel eens gezegd dat het bij de SP niet altijd haalbaar en betaalbaar is, maar gaat op gratis bier, zoals ze dat noemen. Ja, maar dat is omdat mensen onze politieke keuzes niet waarderen. Oké, haalbaar en betaalbaar, zegt Roemer. Haalbaar, betaalbaar, kaalhaar en voorspelbaar, eerlijk. Dan Alexander Pechtold van D66. Om even met de deur in huis te vallen. Vorige aflevering loog Pechtold nog toen hij zei, Ja, hoi, D66 heeft de grootste jongerenpartij van Nederland. Nou, leugenspik, want de SGP heeft de grootste jongerenpartij. Ja. En afgelopen week beloofde Pechtold ook dat als hij het voor het zeggen zou hebben, elke werkende Nederlander €500 zou krijgen. Dan denk je, ojo, fijn, daar kan je 2 flessen melk en een komkommer van kopen in de bio-supermarkt. Deze grap heb ik zelf bedacht. Nee, een leugen. Dat is van Marten Mantel. Wat zijn nou echt liegende politici hier in Den Haag? Loopt er net een weg daar. Wie was het? Nee, ja. Een belofte waarvan ik niet zeker weet of u die waar kan gaan maken is de €500 per werkende Nederlander. Halve mark. Wij willen een lastenverlichting opdat meer mensen een baan kunnen krijgen. Want het is samengevat als €500. Maar wat de bedoeling is te zorgen dat de werkgever minder kosten heeft waardoor hij sneller mensen in dienst neemt. En de werknemer meer uit kan geven wat goed weer is voor onze economie. Maar heel veel mensen verstaan dat als €500 netto overgemaakt. Nee, zo werkt het niet en zo was ook niet, is het plan ook niet gelanceerd. Maar het heet dan heel officieel een arbeidskorting. Maar dat betekent dat dat deel wat je van de belasting mag aftrekken groter wordt. En hoe zorgt D66 nou dat zoiets wel waargemaakt kan worden? Dat het geen leugen is, geen gebroken verkiezingsbelofte? Alles wat ik de vorige keer beloofd heb, heb ik voor het grootste deel kunnen uitvoeren, zelfs vanuit de oppositie. Ik vind dat je moet oppassen dat politici geen idealen meer mogen uiten. Ik vind dat als ik zeg van wij willen meer onderwijs, we willen daar geld voor, we willen dat een tweede studie goedkoper wordt, we willen kleinere klassen, dan is dat mijn inzet. En kiezers snappen dat ik collega's nodig heb om het waar te maken. Welke politie moet je niet vertrouwen? Nou, ik vind dat Wilders, die nu een paar keer heeft gezegd, hij heeft letterlijk gezegd, als ik invloed heb, komt er geen vluchteling het land binnen. Nou, hij heeft 1,5 jaar bij een kabinet gezeten, toen kwamen er 16.000 vluchtelingen binnen. Hij heeft beloofd dat hij de AOW-leeftijd terug zou brengen naar 65. Hij zat 24 uur te onderhandelen en hij leverde het standpunt in. Dat zijn voorbeelden waar ik me als collega-politicus ook zorgen om maken, omdat ik denk, ja, op dat moment staan we met z'n allen te kijken. Pechtold vindt dus dat je niet moet liegen, zoals Wilders, maar dat je als politicus wel idealen moet hebben. Je weet wel, grote idealen, zoals nou, bijvoorbeeld €500, 2 flessen melk en een komkommer. Dan de VVD, ook een idealistische partij. Leugen natuurlijk. De VVD houdt van liegen, want Mark Rutte beloofde bijvoorbeeld iedereen €1000, maar gaf hij niet. Dus hij zei uiteindelijk sorry op tv, zo van oké, ik heb een beetje gelogen, sorry. Omdat Mark Rutte toevallig Wilders imitatiecursus had vandaag, spreken we met Klaas Dijkhoff van de VVD. Hij is staatssecretaris van het ministerie van Justitie. Je weet wel, zeg maar, het ministerie waar VVD'ers, Opstelten, Teven en Van der Steur moesten aftreden, omdat ze hadden gelogen over een pannetje. Oh. Wat is de strategie van de VVD als het gaat om liegen? Nou, niet doen. Dat is niet gelukt. Wat het probleem is, we hebben allemaal een verkiezingsprogramma. En daarin staat eigenlijk, als wij nou alles voor het zeggen hadden, zouden we dit doen. Jullie hebben nu het imago van een partij, een leugenachtige partij. Of dat nou komt doordat Wilders zo campagne voert, of dat het komt dat jullie af en toe de mist in gaan. Wat gaat de VVD daaraan doen? Nou ja, wat we duidelijk maken nu is dat een programma je ideaalbeeld is, maar geen belofte. En wat ik ook vind is, ja, het is best wel makkelijk als je niks doet en roept dat het allemaal K is wat anderen doen, ja, dan maak je ook geen fouten. Wat is K? Dat is of kloten of kak of kut. Dat is net wat je zelf... Goed zeg hoor. Ik heb nou een pak aan en zo en er staat een voorlichter bij, dus dan ga ik altijd netjes... Wat, ze hebben voorlichter in paniek? Ja. Jammer man. Ja, zonde. Hij zei het echt. Maar, nou dat dus. Dat was je vraag ook weer. Heb je zelf voor het laatst gelogen in de Kamer? Of in de politiek? Nee, niet gelogen. Nee? Ik heb wel eens iets gedaan als Kamerlid waar ik niet blij mee was, trots op was. En dan heb ik daarna ook erkend dat het niet goed was. Ik had er niet over gelogen. En kan je dat uitleggen even voor ons kijken? Nou ja, dat was toen met dat bonnetje gedoe. Ja. Kan je namens de VVD beloven dat er niet of niet meer gelogen gaat worden de komende campagnetijd en ook na de verkiezingen? Ik moet niet liegen en ik mag niks meer beloven. Dan moet ik beloven dat ik niet mag liegen. Ja. Een beetje ingewikkeld. Ja. Wel een goed idee. Ja, ik lieg niet en dat ga ik ook niet doen. En beloof je dat? Ja, en ik heb niet dit gedaan of zo. Geert Wilders noemde Mark Rutte de afgelopen 4 jaar vaak een leugenaar, maar zelf bleek hij ook zijn beloftes wel eens. Tijdens de verkiezingen van 2010 zei de PVV dat de AOW niet omhoog zou gaan, maar toen ze eenmaal in het gedoogkabinet zaten, met bijvoorbeeld Mark Rutte, gingen de AOW toch omhoog. Klootzakken. Nou, de PVV heeft een verkiezingsprogramma van 1 A4'tje. En dat is geen leugen. Het is echt maar 1 A4'tje. En er staat in ieder geval 1 leugen op. Namelijk de naam van de partij die bovenaan staat. PVV, Partij voor de Vrijheid. Gekkigheid. Pinocchio's. Ja. Pinocchio. We hadden de vorige week nog twee hier. Wie dan? Twee Pinocchio's. Ja, Van der Steur en Rutte. Ja, precies. Ja, precies. Ja. Maar ik ben blij met die Pinocchio's, want wij krijgen het een stuk gemakkelijker. Want volgens één vandaag moeten wij met name de strijd in gaan met de VVD. Dus hoe meer zij liegen, hoe meer stemmen aan ons te gaan. Maar je doet ook net alsof het leuk is dat politie liegen. Wij raken het vertrouwen in politie kwijt. Nee, maar het was ook een grap. Het is heel triest. Oké. Leden van de Staten-Generaal staan onder ede. Ze hebben de ede afgelegd. En als de PVV een verkiezingsprogramma, verkiezingsaviertje eruit gooit en daar staan dingen op die in mijn ogen, en ik heb er best even onderzoek naar gedaan en mensen die daar onderzoek naar gedaan hebben, artikelen gelezen, die zeggen dat dit kan niet zo. Dat A4'tje is onze, dat zijn speerpunten waar we ons mee gaan bezighouden die echt ook noodzakelijk zijn op korte termijn. Maar kijk nou naar dierenwelzijn. Ik heb meer voor dieren gedaan dan de hele Partij voor de Dieren bij elkaar. Er staat er ook niks van in dat A4'tje. Voor alles wat ik voor ondernemers heb gedaan, voor ZZP'ers, MKB'ers, staat er ook allemaal niet in dat A4'tje. Alles wat ik voor Schiphol en KLM, nee maar we hebben er niet voor gekozen om dit jaar, hebben we andere jaren wel gedaan, zo'n verkiezingsboek uit te brengen. Nee. Kun je daar eigenlijk over mee beslissen? Ik heb dit verkiezingsprogramma niet geschreven, als je dat bedoelt. Jij zegt we, sta je hier te liegen. Nee, ik ben een woordvoerder economische zaken, dierenwelzijn. Ja, economische zaken, daar zou je helemaal economische zaken vandaan komen. Dan moet je gewoon voor bij de campagneteam zijn en dan moet je bij Geert Wilders zijn, niet bij mij. Waarom? Maar dat is toch raar? Ja, omdat ik daar niet over ga. Ik ben een woordvoerder binnen de PVV, economische zaken, luchtvaart, scheepvaart, EZ. Van mijn woordvoerderschap staat niets in het verkiezingsconflet. En dat A4'tje, kijk maar. Hoe vind je dat eigenlijk? Jongens, ik ga niet emotioneel gaan onderdoor. Nee. Want ik heb des te meer vrijheid. Want hoe minder erin staat, hoe minder ik gebonden ben. Dus ik kan nog 100 keer zo hard vooruit lopen. Daar mogen ze mij horen. Ik ga alles... Wat zijn de spruitjes? Je bent aan het liegen, hè? Je gaat helemaal niet spruitjes afgieten. Leugenaar. Nou, vond je? Ik vond het schokkend dat heel veel politici zeiden... Ja, het is niet mijn pakje aan als andere politici iets zeggen wat niet waar is. Dat was ik het wel echt niet mee eens. Aan het einde, toen we nog met Dion praten, werd ik wel een beetje boos weer opnieuw eigenlijk. Ja, dus terwijl ik eigenlijk best wel gerust werd gesteld door de gesprek vandaag. En toen aan het einde dacht ik, ja... Nou, ja? Dus ben je nog boos? Misschien niet boos, maar vooral bezorgd. Klinkt een beetje als mijn vader in de puberteit als het ging over mijn opleidingen. Precies. Niet boos, maar een beetje bezorgd. Wel teleurgesteld. Dat heb jij nu naar de politiek toe. Maar zijn nou zwanger of niet? Eén moment zeg je A, ander moment zeg je B. Ja. Beetje liegen. Beetje liegen, ja. Zeg je dat zwangere vrouwen altijd liegen? Nee. Ja, ik zeg wel dat alle politici last van een hormoonspiegel hebben. Okay. Toch? Ja. Laat je reactie achter in de comments over of je denkt dat Marije zwanger is of niet. Oké. Tot zover de politiek en hun leugens. Korte samenvatting. Iedere politicus liegt wel eens, dus lekker kut. Maar ja, alsof jij perfect bent. Kijk even naar die schoenen hier vandaag, man. Denk je van, ja, godver, kan ik wat aan doen? Dat gelicht? Nou ja, absoluut. Je kan op een politicus stemmen die niet liegt. Of weinig liegt. En niet stemmen op een politicus die al wel heeft gelogen. Nou, en vergeet niet te abonneren op ons kanaal. En ben jij nou ook boos op iemand in een grijs pak met veel macht? Mail politiek@bnnvara.nl. Oké, kusjes. Later. Penis.